Daar zijn we dan weer met onze Mona-quiz. Doe eens een toetje. Mevrouw gaat een Mona-puddingje imiteren met aardbeiensaus. Als u nou zou moeten kiezen tussen Merkel en Orbán? Ik ben Mona. Ik ben Mona van het CDA in Nederland. En ik zeg als zodanig dat het een discussie is met veel lagen. Waarbij als je het nou helemaal... Dat is geen antwoord op de vraag. Als u moet kiezen tussen Merkel en Orbán, waar voelt u zich dan meer bij thuis? Nou, maar ik moet niet kiezen. Ik ben Mona van het CDA. Ja, maar ik hoef het niet te doen. Ik ben Mona van het CDA. Ja, u zegt ik ben Mona van het CDA. Ik ben Mona van het CDA in Nederland. Uitstekend, mevrouw. U krijgt van ons een heel assortiment Mona-toetjes gratis mee naar huis. Mona, doe dat maar eens na.